welkom bij deze video. We staan vandaag in mijn badkamer, want ik ga vandaag weer een hoodiebox reviewen. Ik ben super benieuwd. Ik heb al in het boekje gezien dat hier vooral skincare in zit. Dus vandaar dat ik gewoon gelijk hier in mijn badkamer sta. Ik heb al make-up op. Alleen die ga ik er dus afhalen. Er zit maar één make-up product in. Dus ja, het had niet echt nut om mij vandaag op te gaan maken met de box. En de producten die ik kan aanbrengen, ga ik obvious ook aanbrengen op mijn gezicht. Dus let's begin. Dit is de box van, als het goed is, januari. En dan als je hem openmaakt, heb je daar weer het boekje. En op het boekje staat Me, Myself en I. Dus ook de box van deze maand gaat over All About You. Dus gewoon over jezelf. En er zitten allemaal producten in om jezelf te verwennen. Dus I love it. Dat vind ik altijd heel leuk om te doen. Voor de mensen die Hoodiebox niet kennen, dit is een maandelijks beauty abonnement. Voor 20 euro in de maand krijg jij dus elke maand zo'n box met 5 producten erin. Af en toe iets meer, maar normaal is het gewoon 5. En het is altijd te waarde van minimaal 60 euro en je betaalt maar 20 euro. Dus ideaal. En de inhoud heeft altijd iets te maken met beauty, dus of make-up of skincare, zoals vandaag. En ja, het is echt super leuk en elke maand een box. Ik heb hem hier op mijn kanaal. Ik heb er als het goed is al 3 gedaan. Die staan op mijn kanaal. En mocht jij nou ook willen abonneren op de box, ik zet beneden de link en je kunt daar gewoon erop klikken en makkelijk abonneren. Maar goed, dus deze is van deze maand. Wat hebben we allemaal erin? Ik ga beginnen met het enige make-up product en die ga ik niet aanbrengen omdat ik al make-up op heb. Plus ik heb dit product al en ik vind hem geweldig. En dat is de Benefit Bad Girl Bang Mascara. Hij is wel in het klein. Hallo, focus. Ja, dit is hem. Hij is wel in het klein, maar ik vind hem echt geweldig. Ik vind het ook heel leuk dat we iets van Benefit hebben gehad. Dat is wel echt een bekende make-up brand. En dat is wel leuk. Vaak in van die beautyboxen heb je van die brands die niemand echt kent. Maar Benefit kent bijna denk ik wel iedereen. En ik vind hem echt super fijn. Die ik heb is op. Dus ik ben nou heel blij dat ik hem weer heb. Dit is echt een van de beste mascara's ever. Dus heel veel mensen gaan hier heel happy mee zijn. Oh, en wat ook een beetje anders is aan de maand januari, is dat er 4 verschillende beautyboxen zijn. Dus het hangt af van jouw huid welke jij krijgt. Als je bent aangemeld op Hoodiebox heb je ook jouw profiel. En daarin heb jij staan wat voor huid je hebt, wat jij zoekt en dat soort shit. Dus dat heb ik ook. Ik heb een normale tot droge huid. Dus ik heb de blauwe gehad. En hier zitten dus allemaal producten in. Vooral ideaal voor mensen met een beetje een droge huid. Dus als jij een andere hebt, dat kan dus. Want je hebt er 4. Iets waar ik echt super enthousiast over ben. En dat zijn van Glow de Moon Pad. Dit zijn dus 2 wattenschijfjes die je kunt hergebruiken. En dat vind ik echt ideaal. Want ik ga echt door mijn wattenschijven heen alsof het niks is. Altijd wanneer ik mijn oogmake-up eraf haal, gebruik ik er of 2 of 4. Ik heb ze ook gewoon hier hangen. Dus hoe ideaal is het als dit niet meer hoeft en je er gewoon 2 hebt. Je was ze gewoon en je hebt gebruikt ze weer. Dat vind ik echt ideaal. Dus ik ben heel benieuwd of ze het ook echt gaan doen. Dus ik ga even hiermee mijn oogmake-up eraf halen. Zoals ik het normaal ook doe, maar dan met normale. En om mijn oogmake-up eraf te halen, gebruik ik altijd een oogmake-up remover van Nivea. Dus deze ga ik ook gebruiken. Dus ik ben echt heel benieuwd. Even kijken. Je moet ze nat maken. En je kunt elk product ermee gebruiken die je maar wilt. En je kunt ze erna schoonmaken in de wasmachine. Of gewoon met een zeep. Ja, ik doe gewoon altijd met de hand met zeep. Even openmaken. Oh mijn god, kijk even hoe cute. I love it. Ze voelen echt zacht aan, joh. Oh my god. Je kunt ze ook wel gebruiken voor je hele gezicht. Maar ik wil alleen even voor mijn ogen. Dus ik haal even deze eraf. Oeh, wat een fijn gevoel zeg. En dan even mijn haren vastmaken zo met dit ding. Oké, ik maak ze eerst nat. Oeh, dit voelt zo raar aan. Oh my god, ze zijn al helemaal nat. En dan breng ik gewoon een beetje aan van de remover. Gewoon zo erop. Dat is gewoon hoe ik het altijd doe. En dan ga ik zo alles eraf halen. Zoals ik het gewoon normaal ook doe. Oh my god, ze voelen zo zacht aan. Dat is wel fijn, want die gewone zijn toch altijd wel een beetje stroef. En dat is niet zo fijn hier bij je ooggebied.
Het is er gewoon helemaal af. Oh my god. Oh my god. Zien we dit? Dat ging zo makkelijk. Wat ik ga doen met de andere. Ik doe even geen product, maar alleen maar water. En dan zien of dat ook al gewoon genoeg is. Want dat scheelt mij dan weer geld. Oké, nou ga ik het doen met alleen maar water. Normaal lukt dat niet echt. Ja, wel echt minder dan met dit product. Dus deze ga ik gewoon toch blijven gebruiken. Nou gaat alles er echt helemaal goed vanaf. I love it. Oh my god, zo handig dit. Wauw, kijk, het is er gewoon helemaal vanaf. I love it. Oké, met de achterkant ga ik even een beetje de rest van mijn make-up eraf halen. Wauw, dit is echt amazing. Deze ga ik zeker gebruiken. Maar ja, ik heb wel echt normaal echt een hele make-up remover routine. Ik ga ze wel echt alleen maar gebruiken voor mijn ogen. Daar vind ik ze echt ideaal voor. I love it. Ik ga even de rest van mijn make-up er echt goed afhalen en dan kom ik zo weer terug. Oké, daar ben ik weer helemaal schoon. Iets wat ik wel minder vind is dat ze niet heel makkelijk weer schoon maken. Ik heb ze echt gewassen zoals ik normaal altijd doe. Ze blijven nog een heel klein beetje vies en het kost mij echt best wel veel zeep. Terwijl ik heb ook zo'n pad van Boozy Shop. Die gebruik ik altijd voor heel mijn gezicht. En die wordt best wel makkelijk en snel weer schoon. En ook weer goed schoon. Echt weer helemaal wit. Terwijl de andere twee, ja, ze blijven toch nog een beetje stained. Dus je moet ze wel echt één keer per weet ik veel hoe vaak in de wasmachine doen. En dat vind ik wel echt minder, want het kostte mij echt best wel eventjes om ze schoon te maken. Maar desalniettemin, ik vind ze wel echt heel erg fijn. En ook goed voor het milieu. We gaan verder met de gezichtsserum. Ik heb hier van The Cure de Nourishing Booster Serum. In de volgens mij afgelopen box hadden we ook al zo'n product gehad van ook deze brand. Deze is wel klein. Voor 30 milliliter is die 100 euro en wij krijgen 8 milliliter. Dat is wel een stukje minder. Ik vond dat product van toen wel echt fijn. Dit is wel echt een super luxe, dure brand. Vandaar dat je ook maar een klein product krijgt. En je moet je gezicht schoonmaken en dan dit aanbrengen. Oké, hij brengt je huid in balans en hij geeft een glow. Nou, helemaal top. Deze ga ik even proberen. Nou, dit is hem dan. Op zich, hij is klein, maar je kunt er echt best wel even mee doen. Want die ik had van de andere box was ook echt super klein. Maar ik heb hem nog steeds en ik gebruik hem ook echt. Dus ja, je hoeft niet echt te veel te gebruiken. Dus ik pak even een klein beetje. Het is zo'n witte achtige crème. En die breng ik dan aan zo over mijn hele gezicht. Hij ruikt echt naar niks. En hij voelt lekker cool aan. Oké, even laten intrekken. Ik zie niet echt een glow. Hij plakt wel een beetje en hij voelt ook wel fijn aan. Maar dit is wel echt weer zo'n product die ik vaker moet gebruiken voordat ik echt weet wat ik ervan vind. Als je hem in de full size houdt, dan is dit de verpakking zo in een flesje. Dan heb ik ook een gezichtscreme en die is wel lekker full size, lekker groot. Van NeuB heb ik de Detox Oxygen Light Cream. En dit is een vochtenbooster die je huid hydrateert. Nou, dat vind ik altijd top. Het bevat groene thee, biloba, wat dat ook is, aloe vera en allemaal ja van alles. En het beschermt tegen schadelijke stoffen van buitenaf. En het is een lichte cream. Dat is wat erop staat. Ik weet niet of ik nou echt te veel heb gepakt. Ik heb het gevoel van wel. Oeh, hij voelt ook echt gelijk. Licht aan. Ja mensen, ik heb echt way too much gepakt. Ik breng het ook zo hier aan in mijn nek. Oeh, hij ruikt naar bloemen. Oeh, I love the geur. Heel fijn. Wauw, ik vind hem echt super fijn. Oh my god. Hij smeert lekker uit. Hij ruikt lekker. Ja, ik heb echt het gevoel dat hij echt gaat doen wat hij moet doen. Wauw, ik vind hem echt love it. Hoe dit insmeert zo. Dit vind ik echt ideaal. Omdat ik een normaal tot droge huid heb, heb ik echt al heel vaak van dit soort producten gebruikt. En lang niet allemaal voelen zo prettig aan. Dus I love it. Heel fijn dit. Als laatste heb ik een handcrème, ook gewoon full size. Van Aya heb ik hier een handcrème. Nou, een handcrème is altijd handig. Ik moet wel bekennen dat ik echt al 100 handcrèmes heb. Maar goed, dit is dan de verpakking. Heel mooi en heel chic. Terwijl de prijs is niet echt per se heel erg duur. Cocoa butter, shea butter en vitamine E. Zo, dan ga ik die ook nog aanbrengen op mijn handen. En dan is het klaar jongens. Dan heb ik alles geprobeerd. Deze ruikt echt naar niks.
Dat vind ik wel minder. Ik vind het altijd wel fijn als een handcreme lekker ruikt. Mensen, ik vind die handcreme niet zo fijn. Hij voelt zo vettig aan of zo. Maar goed, oké. We hebben nou alles geprobeerd. Hier staat alles in. We gaan nou, zoals ik altijd doe, even de prijzen vergelijken. Hoe duur gaat het zijn als je al deze producten gewoon in de winkel haalt? Oké, ik begin met het serum. Er staat 100 euro voor 30 milliliter. Maar wij hebben maar 8. Dus ik ga de prijs veranderen naar, laat ik zeggen, 25 euro. De Bad Gal Mini is echt gewoon zo te koop. En dan is die 14,40 euro. Ik ga het gewoon even afronden naar 14 euro. Dan hebben we de crème. Die is gewoon full size. En die is 28 euro. Dan de pads zijn afgerond 7 euro. En dan als laatste de handcrème. Die is 5,20 euro. Dus doen we gewoon even 5 euro. Dan kom ik uit op een bedrag van 79 euro. Dus we hebben maar 20 euro betaald voor producten ter waarde van bijna 80 euro. Dus dat is een winst van, doe even min 20, 59 euro. Nou, dat is echt top, vind ik. Nou, dit mag weer los. Nou mensen, dit was het dan. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Mocht jij ook willen abonneren op de box, de link staat beneden in de beschrijving. Ik plaats hier twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn hoofd om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!